mensen van YouTubers, welkom weer in History Park. En vandaag is er weer een sabotage van Jonas. En we staan hier in de jungle, aka Dino Area. Okay. Ja. En hier was er een Jurassic Park poort die leidde naar een nieuw gebied. En daar staat het in koeien van letters. Inside. Golden Century. En Jonas moet weer de poort zo nodig afbreken. En hier moet je binnen gaan, Jens. Het eerste deel van het gebied staat er. Je komt hier binnen en dan kun je eventueel terug naar Dino Area. En langs daar kun je naar Ice Age. En dit is de eerste blik van Golden Century. Weer altijd thema als je weet wat Golden Century wilt zeggen. En ik vind het voor het moment al heel goed gelukt. Het ziet er echt mooi uit. Zo met die jungle leaves en zo. Met die quartz. Mm-hmm. Quartz en trapdoors. Zijn mooie gebouwen. Dus eigenlijk, okay. Mensen, voor het moment vind ik deze het plezantst om te bouwen. Yes. Ah, kom hier, kom eens hier, Jens. Kom. Oh, nee. Oh nee, je gaat hier geen kutkotje bouwen, hè. Stukje opmaken. Voor mijn kisten met de drugs. Oké. Dat is een kill waard. Zo in bouw. Illegaal drugs verkopen hier. Oh, dat mag niemand weten. Ik ga het juist verhaaien. Oké, maakt niet uit. We gaan verder. Ik ga naar de banners, mens. Ja, ik heb banners gemaakt. Van piraten. Wat heb je gedaan, jongen? Gewoon een tutorial opgezocht. Wauw, dat werd goed gearrangeerd. De attracties hier in dit gebied worden een power loop. Misschien kennen dat wel. De power splash zoals Pulsar, alleen dat is dan het nieuwe type met een looping erbij. Een octopus komt er, die normaal gezien in fantasy kwam, maar die gaat nu naar hier komen. De piratendarkwood komt er, dat zal een van de beste attracties van het park moeten worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we gaan marcheren. Zo'n storm op zee attractie zoals een Plop Sainer heeft. En wacht eens, was er nog iets? Ja, een Splash Battle ook. Alleen een Splash Battle, die gaan we waarschijnlijk niet marcheren. Laat die looping eens zien, jongen. Wajo. En hier hebben we al de ingang van de Triton. Dat is de naam van de Power Loop. En dat wordt de eerste attractie. Ja, en die kunnen we al wat zien. En dit vind ik plezant, zou ik zeggen. Kasteel, kerker, met zo van die jungle leaves, ziet er heel mooi uit. En een wrakschip als een wachtrij, afwerking. We zullen zo iedereen wijs maken dat Thijs het schip genaamd Triton is. Maar iedereen weet wel hoe het eruit ziet, kijk. Gewoon letterlijk een power splash. Maar dan met een looping. Kan hij de eerste keer de looping al halen, of niet? Nee. Hij komt naar hier en hij komt tot hier. Dan rijdt hij terug. En dan wanneer dat hij terug hier komt, dan heeft hij genoeg snelheid om de looping te halen. Komt hem daar weer tot stilstand, weer looping en dan splash. Dat is een moeilijk systeem, mensen. Dat is pas voor in de zomer, hè. Ja. Geen idee wanneer dat we kunnen open doen, want modellen gaan veel werk zijn hier. Die dark ride gaat veel werk zijn en ook het ganse gebied. Jonas heeft geen tijd niet meer tegenwoordig. Waarom niet? Waarom wel? Omdat ik aan het werken ben, zeg het er ook maar bij, de mensen. Ja, Jonas is afgestudeerd en is aan het werken. Bij de NMBS in Mechelen. Nee, maar ik ga je tijd voor maken, want dit is een groot project. Maar voor al die rommel en vervangingen, zorg voor later. Maar dit is een mooi project, daar moet ik tijd in steken. Maar mensen, je moet toch toegeven dat dit er toch wel heel mooi uitziet, hè? Zo, je hebt zo Dino Area, maar ja, in die tijd bestonden er geen gebouwen ofzo. Dus je ziet enkel junglebomen. En hier zie je mooie gebouwen met junglebomen en palmbomen. Het is jammer dat er geen goud op het schip is.
is een gecrashed schip. Iedereen heeft dat goud al gepikt. Allee dan. Hier hebben we een gezicht in de rotsen. Eigenlijk, het doet me eigenlijk meer denken aan de kop van David Jones of zo dan aan een doodskop. Ja. En je hebt hier een kanon met een interactie, dus ga maar eens even op die pressure plate. Een lange wachtrij, jongens. Ja, het is een lange wachtrij, maar wel een mooie. Kom maar aan. Okay. Hier op die pressure plate. Oké, het bukt een beetje de klasse. We gaan zogezegd een kanon af en dan valt hij in het water. En ook de stoomtrein die gaat er pas erin. Ja, de wachtrij is lang, maar is wel goed. Mooi. Maar voor de rest staat er nog niks. De volgende aflevering dan zal... Meestal nemen ze maar 2 afleveringen op terwijl het gebied in bouw is en daarna is de opening, maar... Misschien kunnen we bij deze gebied wel meerdere afleveringen maken. Ja. De achtbaan zelf moet nog pilaren hebben, maar Jonas kan de situatie niet in belachelijke trekken aangezien de baan niet zwijft. Maar de baan zwijft. Dat is niet waar, hij ligt op de grond. Het wordt een tijd te pakken. Maar hier moet nog pilaren tegenkomen. Daar. Ja, dat wordt een groot project voor mijn automatisatie. Ik zie er wel een gaatje voor in, mensen. Ik heb verlof genomen. Verder heb ik ook gevonden dat er verschillende Golden Ages bestaan. Of centuries. Je hebt een Hollandse en je hebt een Spaanse. En aangezien... Wel, de kaleus als onderwerp van de Dark Web ging gebruiken. Kaleus is een Spaans spookschip. Ga ik dus het gebied... baseren op het Spaanse. Golden Century. En met de leiding, Jonas niet zo waar Holland is. Dat is ook de leiding. Dus hier en daar een aantal Spaanse toestanden. Maar het moet wel piraten blijven, dus. Dit was de eerste video van Golden Century. Persoonlijk vind ik het er al heel goed uitzien. Misschien wordt het wel het mooiste gebied van het park. Ik vind het in ieder geval wel het tofste gebied om te bouwen. Dus je kunt achterlaten wat geld er al van vindt. Maar voor nu, tot de volgende video en ciao. Later.